Hoi, ik ben Arthur Krijgsman, meester Arthur. En in deze video ga ik je laten zien hoe je een happertje kan vouwen. Wat je daarvoor nodig hebt is een vierkant blaadje. Het kan een vouwblaadje zijn, bijvoorbeeld van de Action. Ik begin met het vouwen van de rechte hoeken die op de andere hoeken gaan. En je moet zorgen dat er een hele goede vouw in zit. En dat zal ik niet elke keer herhalen. Dat geldt voor al die vouwen. En je vouwt hem weer uit. Dan draai ik hem een kwartslag om. En doe ik nog een keer hetzelfde. Zodat ik vier vierkanten krijg. Als je hem weer uitvouwt, zie je vier vierkanten. Vervolgens pak ik een van de hoekjes en die vouw ik precies met het puntje naar het midden. En omdat ik die vouwen heb gemaakt, kan ik die precies daar opvouwen. Tweede doe ik hetzelfde. En je raadt het al, de derde doe ik ook hetzelfde. En ook de vierde doe ik hetzelfde. En dan krijg ik eigenlijk een klein vierkant die er zo uitziet. Deze draai ik helemaal om. En nu zie ik hier deze twee vouwen zitten. Ik draai hem weer even diagonaal en ik pak de eerste punt hier en die vouw ik weer naar precies het midden toe. Ik maak weer een goede vouw. De tweede, je raadt het al, doe ik hetzelfde. En ook de derde. En zometeen natuurlijk de vierde. Doe ik hetzelfde. En dan hou ik dit figuur over. Ik draai hem weer helemaal om. En op dit moment pak ik hem dan even op. Leg ik mijn vinger eronder, zodat dat goed blijft. En vouw ik hier even een nette vouw. En ik doe hem weer open. Ik draai hem een kwartslag om. En ik doe nog een keer ook weer met mijn vinger eronder, zodat dat daar goed blijft zitten. Even zo eronder. En nu kan ik hem al vouwen. Maar dat ligt er even aan wat je wil. Maar ik vind dit op deze manier het handigst. En het snelst. En dan kan je deze flap uitvouwen. Deze flap uitvouwen. Deze ook uitvouwen. En deze ook uitvouwen. Je kan hem ook anders maken. Dat heb ik hier gedaan met deze. En dan vouw je dus deze flapjes nog even naar binnen toe. Zodat het er net even anders uitziet zoals je hier ziet. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Het is maar net wat je zelf wil. Ik vouw deze er weer even uit. Zo. Het happertje is nu al klaar. Maar het is natuurlijk leuk om daar nog even wat oogjes op te doen. Ik heb een bakje vol met oogjes. Die heb ik ook bij de Action gehaald. En je ziet het. Nu is mijn happertje klaar. Het leuke van zo'n happertje, en wat ik ook heel veel kinderen altijd zie doen, is dat je er ook een vragenspelletje van kan maken. Stel dat je hem hier opent. En je kan hem natuurlijk ook heel mooi versieren met kleurtjes. Maar in dit geval ga ik er even cijfers in zetten. En dan kan je er een vragenspelletje van maken. Dan kan je bijvoorbeeld hier 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. En dan kan je ook in, onder de 1 bijvoorbeeld, kan je een vraag zetten of een opdracht. Ga hardlopen. Bijvoorbeeld. Dat staat er nu. En dat is dan de opdracht. En dan kan je dus naar iemand toe en zeg je hoeveel keer. En dan zegt hij bijvoorbeeld 1. Nou, dan doe je 1. En dan zeg je kies 1, 4, 8 of 5. En dan kiest de persoon 1. En dan is de opdracht gaan hardlopen. Maar je kan daar natuurlijk van alles verzinnen. Net wat je leuk vindt, net wat je zelf bedenkt. Als je het alleen als happertje wil gebruiken, kan je deze kanten nog aan elkaar lijmen. En dan blijft hij echt als een soort monstertje. En dan kan je er op die manier mee spelen. Succes met het oppimpen van je happertje, met het maken van je happertje.
Mocht je dit een leuk filmpje vinden, like hem dan. Mocht je meer van dit soort filmpjes willen zien, abonneer dan op mijn kanaal. En nou, ik hoop dat je hier wat mee kan. Tot de volgende vlog. Einde van deze vlog. Doei!